Hey, een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe dagelijkse vlog. Het is nou weer ochtend, nou klopt het weer. Hoezo? Ik heb ontzettend zin in tosti. Ik heb nog nooit echt, ik heb niet echt vaak tosti's. Maar als ik tosti's neem, dan neem ik ook in één keer heel veel. Dus even kijken of we alles hebben. En dan naar beneden voor de tosti. Dus ik ga even kijken of we alles hebben en dan ga ik alles klaarzetten. En dan ga ik beginnen aan de tosti. Yummy. De broden. Brood was wat. Kaas, ham, brood. Tostiijzer. De echte. Ik zou zeggen. Tostiijzer aan. Duurt meestal nog even. Dus klebbo. Plakje erin. Kapje erin. Dat doe ik altijd. Meestal als tostiijzer erop warm gooi ik de kapjes erin. Die is goed bezig. Nou, de tosti's even klaarmaken. En dan wachten voor de tostiijzer warm is. En dan tosti's eten. Woehoe! Burn to hell, little boy. Burn. De eerste was ik vergeten. Do you want some balloon, little boy? No. Then burn to hell. Als je goed oplet, ik heb zo'n gevoel dat dat een beetje de stem was van Pennywise. Van de film It. Van de oude film It. Niet de nieuwe die nou uitkomt, maar de oude. Van die clown. Die. Pas op, poes. Pennywise, love the movie. Het is zo warm. Het is echt zo heerlijk warm. Buiten. Echt niet te geloven. Ik ben even onderweg naar Poys. Mijn zusje en ik wouden wat snacken. En we hebben niet echt veel lekkers meer. Dus de reden daarom is Poys. 5 minuutjes lopen, 5 minuutjes terug. Ik zeg, ik pak de fiets niet. Ik ga lopen. Wat ik trouwens nog niet heb gekeken. Ik was net in de schuur of mijn band lek was. Achter. Want er lag alweer glas op de weg. Waar ik alweer niet omheen kon, maar dat was doorheen. Oeps. Dus ik hoop dat hij nog heel is. Maar dat zie ik in principe zometeen wel als ik omheen kom daarna te kijken. Vet auto. Vet auto. Om er zometeen na te kijken of het lek is of niet. Maar voordat dat zover is, eerst even naar de Poys. Even wat snacken halen. Mijn zusje wou chip. Niet van die pombeertjes. Niet van die beertjes, maar die andere van pombeertjes. Snap jij hem nog? Ik amper. Blijkbaar zijn er dus twee verschillende soorten chipjes die pombeertjes heeft. Nou, de bekende pombeertjes. En nog een andere. Ik dacht dat ik ze zag liggen bij Jumbo vorige week. Een paarse zak als het goed is. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar daar ga ik nou even naar kijken. En dan hopen dat alles goed is. En dan zelf ook nog wat lekkers meenemen natuurlijk. Eerst even die kant op. She's right here, girls and all.
zet even wat films op mijn tablet. Dan kan ik buiten in het heerlijke weer even wat video's gaan kijken. Blijkt nou, het duurt nog 20 minuten voordat ze erop staan. Dus ik ben al aan het wachten. En aan het wachten. En aan het wachten. Het duurt nog 20 minuten. Dus dat is nog even wachten. En dat is later pas vanmiddag films kijken, denk ik. Ik heb hier geen zin in. Nou ja, even rondkijken over YouTube, denk ik. Even kijken wat er allemaal te doen is. Ik heb verder geen idee. Zometeen nog even buiten zitten en wachten. Sowieso. Want ik blijf niet de hele tijd binnen zitten. Het is ontzettend lekker weer. Het is gewoon echt... De hitte van de zomer, de warmte, die voel je gewoon. Oeh, yeah, dat is het. Daarvoor ben ik liever nou buiten. En dus dat wil ik doen. I'm ready to go. Woo, summer! Ik dacht, nog even naar buiten, heerlijk genieten van de zon. Zoals ik net zei, ongelooflijk, wat is het lekker weer. Het is ook lekker... Rustig. Hoor je dat? Het is zo lekker rustig. What the actual fuck is dat? Wie maakt nou weer van die troep lawaai? Wie? Ze zijn bij de buren ergens bezig. Waarschijnlijk met stenen slijpen. Oh, maar het is zo lekker. Het is bijna 30 graden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Lekker, hè? Oké, ik zet hem nou op mijn steadycam. Even aandraaien die zooi. Want ik ga buiten nog even proberen wat steady shots te maken van de honden. Dus niet van de normale angle zoals dit, maar van op de kop zoals dit. Dit lijkt voor jullie heel raar, maar dan draai ik het om in post en dan zie je het in principe weer zo. Dus dan is het weer goed. In ieder geval, ik wil dat wel meer proberen zo, op de kop ook, voor lagere shots. Ik merk dat ook met die shots die ik allemaal gemaakt heb in Groningen. Die shots die ik op de kop heb gemaakt, die bewegen toch wat meer dan de shots die ik normaal zo rechtop hou. Dus daar wil ik even wat meer op gaan oefenen. Sowieso, ik heb ook heel veel shots die ik gewoon niet gebruik, ook niet in de vlogs. Dus dat puur voor het oefenen en zo. Ik doe er af en toe een paar in. Moet niet te gek worden. Het zijn geen Devin Supertramp vlogs en video's. Dus dat, tenzij jullie het mooi vinden, laat het weten beneden wat je ervan vindt. Of je het goed vindt. En of je vindt dat ik het vreselijk doe. En wat anders moet gaan doen, daar ga ik niet vanuit. Kunst. En leren is key, zeggen ze. Dus ik ga hem nou even stabiliseren. En dan ga ik naar beneden, naar buiten. En dan hopen dat de honden een stukje willen rennen. Dat de honden een stukje willen rennen. Hoe kom ik nou weer bij zonden? She's right here. Clips die ik nou heb geschoten, alle clips die ik sowieso ga gebruiken in de vlog, heb ik op 4K gefilmd. 4K 30 frames. Dus dat zijn super, als het goed is, scherpere beelden dan de rest. Hoop ik wel. Het is ja 4K, dat is 4 keer zo groot. Dus 4K zijn ze. Hopen dat het goed gaat met editen. Hoop ik wel. Maar ja, dat is de vraag en dat is gewoon afwachten. En voor de rest nog een paar andere clips maken voor mezelf en voor een paar maanden denk ik. En dan gewoon genieten van het heerlijke weer. Goh, het is echt lekker. Zo, het is zelfs zo lekker weer dat ik even naar binnen ben gegaan. Want het werd buiten net even iets te warm onder mijn reet. We hebben net gegeten, ma was net thuis, pa is thuis. Ik heb
thuis zit nog even schoongespoeld, de kussens erop gelegd, want ik wou buiten zitten. Dus ik heb nog even buiten gezeten. Ik ga zo meteen weer naar buiten. Ik heb alles nou in de computer gezet. Ik ga dit nou nog in de computer zetten. Dan ga ik editen en dan renderen en dan nog even buiten zitten. Ik heb mijn raam de hele dag al open. Het helpt voor geen flikker. Het moet alleen maar warmer. Het begon met 20.1. Het is nou 24.1, terwijl de raam de hele fucking dag al open staat. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom. Maar het is zo. Vreselijk. Dus ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Laat hem weer met een duimpje omhoog. Zoals altijd. Jongens en meisjes. Hoop ik jullie morgen weer te zien in een nieuwe vlog. Ik zou zeggen, hi tai. Tot morgen. Aloha.